Dit is een theaterinstallatie in een vuilniswagen, dus een vuilkar. In België noemen we dat vuilkar. Het is een voorstelling die eigenlijk gaat over kijken. In mijn stalen buik draag ik werelden. Mijn kaken vermalen niet, slikken alleen maar in. Abdelkader Benali heeft een tekst voor ons geschreven en het is een verhaal die eigenlijk het verleden vertelt van allerlei verschillende voorwerpen die hier liggen opgeslagen in de vuilkar. De voorwerpen kunnen zelf spreken en die vertellen eigenlijk hun verhaal. En eigenlijk vanuit de wetenschap die ze hebben meegenomen van hun laatste drager of gebruiker. Ja. Met deze banden werd er in de bochten geslipt. Kijk, ze zijn helemaal versleten. De fiets, ja, de fiets is een oude fiets, een verstoten fiets. Dus het meisje die fiets ooit bereed, die is die fiets ontgroeid. En die fiets is uiteindelijk afgedankt en de ketting is nu roestig. Dus ze doet het niet meer, terwijl ze ooit de snelste in de straat was. En nu ik dit zeg, voel ik mijn kracht weer terugkomen. Laat me hieruit. Laat me fietsen. Laat me rollen. Zie je wel? Het doet het nog. We hebben heel veel oordeel en we denken eigenlijk alles te zien en daardoor eigenlijk conclusies te trekken. En dit eigenlijk vraagt de voorstelling om net even de andere kant te belichten of bekijk de dingen van de andere kant. Dan zie je pas waarmee je te maken hebt. Dat is letterlijk uit de voorstelling. Dus benader iedereen vriendelijk, want je kent ze nog niet. Het spijt me. Deze ketting is roestig. Het is natuurlijk heel spannend. Van tevoren is het heel moeilijk in te schatten wat het is, want je weet niet wat het is. Dat is natuurlijk altijd wel bij theater. Maar in zo'n vuilkor is dat natuurlijk extra. Verder kijken dan je neus lang is. In het leven gaat het erom dat je verder kijkt dan je neus lang is.